Goedenavond allemaal, ik ben Bart Patijn en samen met Pieter Dwan ben ik verantwoordelijk voor deze lessenreeks. Hartelijk welkom op deze eerste les van de reeks lessen voor de 21ste eeuw, jaargang 2020-2021. Vorig jaar, toen Valérie Trouet de openingsles gaf, zat deze aula afgeladen vol. Op alle zitplaatsen, op de balkons, op de trappen, overal zaten er studenten, docenten en externe belangstellenden. Door COVID is deze aula vandaag zo goed als leeg. Er zijn alleen cameramensen en technici, sprekers en organisatoren. Toch zijn er vandaag tal van toehoorders. Ook dit jaar schreven er zich voor de lessen voor de 21ste eeuw meer dan 750 studenten in. En ook de externe belangstelling is opnieuw bijzonder groot. Er is dus ook voor deze openingsles een groot publiek, ook al volgen jullie de les van op kot of van thuis, voor een pc, een smartphone of een tablet. Allemaal hartelijk welkom. De les die ons vandaag wordt gegeven heeft de titel Black Lives Matter, ook in België. Vandaag beseffen we wellicht beter dan ooit dat ieder mensenleven telt. Elk individu, elke vreemdeling, elke buur, om het even waar hij of zij geboren of opgegroeid is, om het even welke huidskleur hij of zij heeft. We beseffen dat we ons als mens allemaal hetzelfde, recht hebben om als persoon ernstig genomen te worden. Hetzelfde recht om te worden beschouwd als iemand die kan opkomen voor zichzelf, met een eigen wil, eigen inzicht, eigen ideeën en overtuigingen. We zijn op een punt gekomen in de geschiedenis waarin we ons daar bijzonder goed van bewust zijn geworden. We weten dat seksisme, racisme, xenofobie en superioriteitsgevoel immorele transgressies inhouden. Het brutale politieoptreden in de tragische dood van mensen zoals Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner en George Floyd heeft er ons echter van bewust gemaakt dat er nog altijd racisme bestaat. De reportage over de extreemrechtse Vlaamse nationalistische jongerenbeweging heeft ons geleerd dat er, net als in de Verenigde Staten, ook bij ons racisme bestaat. Ook bij ons zijn er nog altijd mensen die zweren bij de superioriteit van hun ras, religie of natie. Zijn er nog altijd mensen die ervan overtuigd zijn dat die superioriteit hen het recht geeft andere mensen opzij te schuiven, te molesteren, te verachten, te misbruiken of belachelijk te maken? Nu, de persoonlijke optie om racisme te beschouwen als immoreel verschoont ons niet vanzelf van onze collectieve verantwoordelijkheid. We zijn allemaal lid van een samenleving, lid van een instelling. We maken allemaal deel uit van een natie die zich in het verleden schuldig heeft gemaakt van racisme en xenofobie. Voor zover we ons identificeren met een instelling of met een natie, nemen we, of we dat nu willen of niet, ook een deel van de schuld op ons voor wat die groepen in het verleden fout hebben gedaan. We kunnen er niet zomaar aan voorbij. We maken deel uit van een natie en van instellingen die in het verleden medeverantwoordelijk zijn geweest voor een sfeer waarin de superioriteit van de westerse cultuur aanleiding gaf tot misprijzen en een gebrek aan respect voor niet-westerse mensen, voor vreemdelingen en voor onze Congolese medemensen. En dat feit geeft hen het recht van ons te vragen dat we dat onrecht van onze natie en onze instellingen die hen is aangedaan, erkennen en dat we ons engageren om soortgelijk onrecht in de toekomst manifest te vermijden. Als individu kiest zo goed als iedereen die aan deze les deelneemt voor een duidelijk niet-racistisch en respectvolle omgang met elke persoon, maar die keuze ontheft ons echter niet als bij toverslag van de verantwoordelijkheid die we dragen als gemeenschap voor de fouten die gemeenschap in het verleden heeft gemaakt.
Wanneer we onze identiteit als lid van een gemeenschap ernstig nemen, dan zullen we ons als gemeenschap verheugen in wat we als gemeenschap goed hebben gedaan. Dan zullen we ons evenzeer schamen over wat we als natie verkeerd hebben gedaan. We kunnen die collectieve verantwoordelijkheid niet met een simpele belofte van ons afschudden. Dat kleeft aan ons. Het maakt deel uit van hoe we geworden zijn en wat we zijn. Het besef dat we in het krijt staan moet ons bewust maken dat we het aan de mensheid verschuldigd zijn te streven naar meer rechtvaardigheid. En daarom is de les van vandaag zo belangrijk. Die les wordt gegeven door Bambi Keupens. Bambi Keupens is conservator, senior onderzoeker en wetenschappelijk commissaris menswetenschappen van de vernieuwde permanente tentoonstelling in het Koninklijk Museum van Midden-Afrika in Tervuren. Collega Keupens behaalde een doctoraat aan de Universiteit van St. Andrews in de sociale antropologie en daarna was ze docente aan de universiteiten van St. Andrews, Edinburgh en Manchester. En ze is gespecialiseerd in het Belgisch koloniaal verleden en hoe we daar ons vandaag mee omgaan. Na haar les gaan we met Bambi Keupens op een meer informele manier in gesprek en dan dat gesprek zal ingeleid worden door Idisbald Goderis. En Idisbald is slavist en historicus en hij doseert aan onze universiteit vakken zoals rond koloniale geschiedenis, geschiedenis van Polen en geschiedenis van India. En hij is ook programmadirecteur van de opleiding geschiedenis. Nu, het publiek dat deze les in real time volgt, die heeft ook de gelegenheid om vragen te stellen aan onze gastdocent via Poll Everywhere. En op de mail die u hebt gekregen en voor de studenten die via Toledo heb u daar de gegevens voor gehad, stuur ons dus uw vragen en Pieter zal straks dan die vragen voorleggen aan onze sprekers, zodanig dat u antwoorden hebt op uw vragen. Ik zal nu het woord verlenen aan Bambi Keupens, die wellicht beter en accurater zal aangeven in welke zin we in het krijt staan tegenover onze medemensen met een andere huidskleur. Ik geef haar graag het woord. Dank u wel en dank u wel voor de uitnodiging. Het onderwerp is vanzelfsprekend heel uitgebreid en ik kan hier slechts een aantal aspecten behandelen. En ik wil het dan inderdaad over de manier waarop de afgelopen eeuwen ook wetenschappers, en niet in het minst wetenschappers, hebben bijgedragen aan de ideeën dat er inderdaad fundamentele verschillen zouden bestaan tussen verschillende mensen op basis van hun huidskleur en dat sommige van hen als groep inderdaad superieur zouden zijn aan anderen. De presentatie is tamelijk lang. Ik heb begrepen dat studenten die na afloop krijgen. Dus jullie zullen zien inderdaad dat ik niet elke slide in detail aan jullie zal presenteren. En zeker niet de slides met veel tekst. Maar als jullie de presentatie krijgen, dan zal die hopelijk helpen inderdaad om de beelden die ik toon te contextualiseren en jullie dan ook een leidraad te geven. Dus wij zijn allemaal homo sapiens. Dat roept natuurlijk de vraag op waarom en op welke wijze zou het geval zijn inderdaad dat binnen die ene menselijke soort er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende mensengroepen. En dan een recent boek van Alain Van Hiel, sociale psycholoog, die dus als basisstelling heeft, wel, de mens is een groepsdier, hij ervaart verschillen als bedreigend en hoe groter de verschillen, hoe groter de kansen op wrevel en conflict. En dat is een argument dat je inderdaad heel vaak hoort, maar dat eigenlijk rammelt aan alle kanten. En dan verwijs ik naar de eerste zin van een boek van de Britse historicus R.I. Moore.
Die zegt dat hij aan de studenten van het laatste jaar van het middelbaar onderwijs geregeld de vraag stelde waarom werden zoveel ketters vervolgd in de 13e eeuw. Dat die vraag heel populair was bij studenten en dat zij al vrijwel allemaal unaniem met heel veel zelfvertrouwen antwoordden omdat ze met zoveel waren. Dus de veronderstelling, eerst en vooral dat de schuld voor conflicten ligt bij de mensen die daar het slachtoffer van zijn. Terzelfde tijd dat er een grens is aan het aantal andere mensen die door een groep mensen kan verdragen worden, als het ware. Terwijl het natuurlijk, en zeker in het geval van de kerk op dat moment is het heel duidelijk, het is die kerk die bepaalde wie ketters was en wie niet, die dus inderdaad kon bepalen dat er 1 ketter was, of 10, of 100, of 1000, of 100.000, of wat dan ook. En het is dus inderdaad ook de samenleving die bepaalt hoe ze dan omgaat met de mensen die ze op welke manier ook beschouwt als anders. Het zij door hen te assimileren, door hen te bekeren, door hen uit te sluiten of hen te vervolgen zoals de kerk dat deed in de 13e eeuw. Dus het is belangrijk om te beseffen dat het de mensen zelf zijn die verschillen maken tussen met andere mensen en dat zij dat doen op basis van criteria die eigenlijk volslagen arbitrair zijn, die je vaak niet objectief kan beschrijven. Voor iemand die gelovig was in de 13e eeuw lag het misschien voor de hand dat iemand anders een ketter was, terwijl als buitenstaander is het voor ons vaak heel moeilijk om te begrijpen waarom mensen op een bepaald in een bepaalde context inderdaad zo'n belang hechten aan verschillen die ons als buitenstaanders het zij treffen als minimaal of die we zelf niet zien. En de Europese godsdienstoorlogen zijn daar uiteraard een goed voorbeeld van. Wij kunnen ons nu heel moeilijk indenken dat die inderdaad aan de basis liggen van bijzonder bloedige conflicten die 2 eeuwen lang miljoenen mensenlevens hebben gekost en die ongetwijfeld ook tot heel veel trauma's en dergelijke hebben geleid. Als je ooit Noord-Ierland bezoekt, waar er nog steeds een sterke segregatie is tussen katholieken en protestanten, dan is het eerste dat je opvalt dat je als buitenstaander absoluut geen verschil ziet. Tenzij dan inderdaad een aantal symbolen, zoals de muurschilderingen, die aanduiden waar zeg maar, de grenzen liggen tussen die gemeenschappen, zoals dat heet. En die protestantse Noord-Ieren, die identificeren zichzelf heel sterk als Britten. En het is voor hen een grote bron als frustratie als ze dan naar het Britse vasteland gaan, dat ze daar op basis van hun accent onmiddellijk worden weggezet als Ieren. Omdat die Britten met wie zij zichzelf zo sterk identificeren, die kennen dat conflict niet. En voor hen is sowieso iedereen die in Ierland woont een Ier. Een ander voorbeeld, of een voorbeeld dat duidelijk maakt hoe arbitrair inderdaad klassificatie op basis van huidskleur is. In Congo was het bij schilders tot in de eerste helft van de 20e eeuw niet gebruikelijk om het onderscheid dat er bestond tussen kolonisatoren en gekoloniseerden, tussen Europeanen en Afrikanen, weer te geven door de huidskleur, maar wel door attributen zoals bijvoorbeeld de kledij. En dan zie je hier inderdaad dat je op de tekening aan de linkerkant kan zien dat het gaat om Europeanen op basis van de kleding die ze dragen en de rechterkant gaat het over Afrikaanse vrouwen. Rechts, links op de tekening onderaan zie je een boeket bloemen. Dat is iets dat je heel veel vindt op tekeningen van die tijd. En dat Congolese kunstenaars blijkbaar veel meer trof die vreemde gewoonte die Europeanen hadden om bloemen uit de grond te trekken, in een vaas te zetten en op een tafel te plaatsen, dat voor hen dat op de een of andere manier veel sprekender was over die Europeanen dan inderdaad de huidskleur die ze hadden. En dat zie je ook heel goed op deze tekening, die eigenlijk een Europese familie toont.
een Europese fotograaf. En linksboven zie je dan de Congolese vrouw herkenbaar aan haar kleren, maar alweer niet alleen aan haar huidskleur, die dus zorgt voor het kind des huizes. Een ander voorbeeld dat ik wil geven gaat over Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. En dan spreken we inderdaad over Black Lives Matter. We zien inderdaad hier dat die historisch vrijwel zo lang in de Verenigde Staten wonen als de meeste mensen die als wit worden beschouwd. Terwijl als je dan kijkt naar het, de levensstandaard of het inkomen, zeg maar, dan zie je dat ze helemaal, dus dat zij het, gemiddeld het laagste inkomen hebben dan hun witte medeburgers en dus dat alle andere groepen, zeg maar, dus inclusief diegenen die slechts een aantal generaties of die eerste generatie migranten zijn, dat die het dus economisch veel beter doen dan die Afro-Amerikanen. Om het nog een beetje complexer te maken, kan je zien op de tabel links dat het vooral mensen zijn die afkomstig zijn uit Azië, die het goed doen, terwijl we op de vorige tabel konden zien dat dat meestal mensen zijn die inderdaad, het zij zelf heel recent migreerden of inderdaad tweede of derde generatie. Dat kan je ook zien op de tabel hier in het midden, dus dat de Aziatische migratie het meest recent is, terwijl dat die mensen het economisch heel goed doen. En dan zien we terzelfde tijd ook dat heel recent, dus dat er een grote inkomenskloof is binnen die Aziatische groep, tussen de haves en de have-nots, zeg maar. Terwijl het natuurlijk is dat er cultureel geen enkele groep is die zo sterk lijkt op witte Amerikanen dan Afro-Amerikanen. Ze hebben dezelfde culturele achtergrond, hebben dezelfde taal, dezelfde religie enzovoort enzovoort. Wat duidelijk niet het geval is met die Aziatische immigranten. En om het plaatje nog een beetje complexer te maken, zie je dat zelfs al is er uiterlijk ogenschijnlijk geen verschil, zelf Afrikaanse immigranten in de Verenigde Staten het systematisch beter doen dan de Afro-Amerikanen. De ene uitzondering is helaas zeg maar het geweld waarvan zowel Afro-Amerikanen, wiens voorouders al generaties in de Verenigde Staten wonen, als meest recente migranten uit Sub-Saharaanse Afrika het slachtoffer kunnen zijn. Dus het is niet de huidskleur als dusdanig die kan verklaren inderdaad waarom Afro-Amerikanen economisch, sociaal worden achteruitgesteld. Maar het is een geschiedenis die teruggaat naar tot de aankomst, zeg maar, van de eerste Afrikanen in de Verenigde Staten als handelswaar. Volgens het Van Dalen-woordenboek, als we het hebben over racisme, gaat het inderdaad, zeg maar, over de idee dat mensen met een bepaalde huidskleur beter zouden zijn dan anderen en inderdaad dus op grond daarvan ook gediscrimineerd zouden worden. Terwijl we al hebben gezien dat de realiteit toch iets complexer is. Maar hoe dan ook is het belangrijk om te beseffen dat racisme in deze betekenis, dus de idee dat je een onderscheid maakt tussen verschillende groepen op basis van hun huidskleur, dat dat een recente idee is, dat je ze zeker niet terugvindt of vond overal ter wereld. En daar wil ik het in de loop van de les verder over hebben. Arbitrair, omdat we weten dat alle mensen ter wereld, zoals men dat in het Engels zegt, een innie of een outie hebben. Dat wil zeggen een navel die ofwel naar binnen ofwel naar buiten wijst. Net zoals je alle mensen ter wereld kan indelen op basis
van het feit dat ze een vaste of een losse oorbel hebben, of dat hun linkerhand of hun rechterhand dominant is. Nu, als ik hier zou staan in bikini, en jullie zouden mij van heel kortbij kunnen zien, en iemand zou jullie daarna de vraag stellen om mij te beschrijven, dan denk ik dat heel weinig mensen zouden verwijzen naar mijn navel, naar mijn oorlel. Ik denk dat mogelijk alleen mensen van mijn generatie en ouder zouden verwijzen naar het feit dat ik linkshandig ben, omdat ik behoor tot de eerste generatie die inderdaad niet gestraft werd, omdat ik met mijn linkerhand schreef. Maar ik ben er bijna 100% zeker van dat de meeste van jullie inderdaad zouden verwijzen naar mijn huidskleur. En dat is toch vrij vreemd, omdat, zoals Dorothy Sayers, de Britse auteur, zegt, ze is niet bepaald mijn lievelingsauteur, maar dit is een van mijn lievelingscitaten. Ze zegt, waarom spreken we over de vrouw als the opposite sex, of zelfs als the neighboring sex? The fundamental thing is that women are more like men than anything else in the world. En dat kan je natuurlijk zeggen van alle leden van Homo sapiens. Er is niets of niemand dat zoveel lijkt op één mens dan de andere mens. Dus waarom zijn we dan zo obsessief bezig met verschillen, onder andere op basis van huidskleur? En dat roept natuurlijk ook de vraag op, of het leidt ertoe dat we inderdaad racisme ook op een andere manier kunnen bekijken. Niet inderdaad een manier om mensen uit te sluiten, maar het onvermogen of de onwil inderdaad om te zien dat andere mensen eerder op ons lijken dan dat ze van ons verschillen. Zoals ik zei, die idee dat je een klassificatie en een hiërarchie kan opstellen van mensen, verschillende mensengroepen, op basis van hun huidskleur is recent. Ik ga me hier focussen inderdaad op Afrikanen. En het is belangrijk om te beseffen dat gedurende lange tijd religieuze verschillen inderdaad domineerden op biologische verschillen. Denk dan alweer aan het onderscheid tussen zogenaamde gelovigen en ketters, waarover ik het had, of de godsdienstoorlogen. Heel lang werd er ook geen verschil gemaakt in Europa, zeg maar, tussen de inwoners van Noord- en Noord-Afrika en wat we nu Afrika ten zuiden van de Sahara noemden, zoals de term Moor bijvoorbeeld. Die sloeg zowel op de inwoners van het continent ten noorden dan ten zuiden van de Sahara. En zoals ik zei, religieuze onderscheiden tussen christenen enerzijds en joden en moslims anderzijds wogen door op basis van fysieke. En zelfs als zwart negatieve connotaties kon hebben geassocieerd met zonde, duisternissen enzovoort, enzovoort, dan konden inderdaad, zeg maar, gelovige Afrikanen inderdaad op een positieve manier worden voorgesteld. Dus hier een foto van twee voormalige secretarissen-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan uit Ghana en zijn voorganger Boutros Boutros-Ghali als Egypte. Tot pakweg de 18e eeuw zouden zij allebei zijn beschreven als Moren. Dat wil uiteraard niet zeggen dat Europa het verschil in huidskleur niet zagen, net zoals de Congolese schilders over wie ik het had, inderdaad niet zagen dat de gemiddelde Europeaan een lichtere huidskleur heeft dan de gemiddelde Afrikaan, maar wel dat zij er niet het belang aan hechten dat wij nu doen. Er zijn heel veel voorbeelden inderdaad van zwarte heiligen die werden vereerd. En dan de mythe inderdaad van het koninkrijk van die christelijke koning in Afrika, in Ethiopië, die dus in eerste instantie werd gezien als een potentiële bondgenoot tegenover moslims. Die werden gezien als vijanden, alweer op basis van religie, eerder dan op basis van hun fysieke uiterlijk.
gaan we nu even kijken. Het zijn in eerste instantie de Portugezen die het eerst voet aan wel hebben gezet en gaandeweg inderdaad zeg maar alle kanten van het Afrikaanse continent hebben gezien. In 1435 de eerste vermelding van die Afrikanen in Portugal. In 1482 zetten de Portugezen voor het eerst voet aan wal aan de monding van de Congo-stroom in het Congo-Koninkrijk. We zullen zien op de kaart dat de grenzen van dat Congo-Koninkrijk niet samenvallen met de grenzen van de hedendaagse Democratische Republiek Congo. Al heel snel bekeren de monarch en de aristocratie tot het christendom en in eerste instantie dus inderdaad relaties zeg maar, op basis van gelijkheid. Hier op de rechterkant dus een foto van het Congo-Koninkrijk dat heeft bestaan tot het einde van de 19e eeuw. Een aantal beelden van de diplomaten die door het Congo-Koninkrijk werden uitgezonden naar het Vaticaan en naar koninklijke hoven in Europa. Maar geleidelijk zijn die religieuze verschillen dan veranderd in biologische of culturele verschillen. Volgens de antropologe Verena Stolke zou het Franse ras in eerste instantie verwezen hebben naar lidmaatschap van de nobele familie of huis. Maar het probleem is wel dat ik in geen van de teksten die ze daarover heeft geschreven de precieze referentie heb teruggevonden om dat na te kijken. En dan zullen we zien dat op een bepaald moment die notie van nas samenkomt met de idee van bloedzuiverheid die binnen Europa in eerste instantie werd gebruikt om te verwijzen in Spanje naar recent bekeerde Joden en moslims vanuit de idee die toen ingang maakte, dus met de Reconquista, de herovering van Spanje op de moslims, dat men gelovigen niet moest beschouwen inderdaad als mensen die hun geloof hebben gekozen, maar dat die recente Joodse en islamitische bekeringen moeten gezien worden als dragers van een erfelijke en onuitwisbare smet die via het bloed werd doorgegeven van de eerste generatie, van de ene generatie op de andere. Die Reconquista, dus die herovering van Spanje op de moslims, valt samen met de ontdekking en latere kolonisatie van de zogenaamde Nieuwe Wereld, Amerika. En ook daar introduceert men dus de idee dat die Europeanen en de Amerikanen zouden verschillen op basis van het verschillende soort bloed dat ze zouden hebben. En zo zien we dat wat in Europa een mésalliance was, dat wil zeggen een huwelijk tussen een edele en een niet-edele partner, in Amerika een mestizo wordt, dus dezelfde etymologie, een kind geboren uit de relatie tussen een Europese en een Amerikaanse partner. En dan zie je daar hier enkele voorbeelden van waar het op dit schilderij zelfs letterlijk wordt gezet. Nu, vrij snel volgt dus op die kolonisatie van de zogenaamde Nieuwe Wereld de invoer van Afrikanen om daar te werken in de mijnen en op de plantages. Grotendeels inderdaad omdat de inwoners van het continent massaal bezwijken, vooral ten gevolge van de ziekte. Geïntroduceerd werden door Europeanen en waartegen zij niet bestand zijn. En zo zien we dat bijvoorbeeld zelfs in het Congo-Koninkrijk de relaties zeg maar, tussen Portugezen en de inwoners van het Koninkrijk snel veranderen naarmate de inwoners van het Congo-Koninkrijk meer en meer systematisch worden verkocht als handelswaar. Het gaat dus om een relatie tussen drie continenten, Europa,
de Amerika's en Afrika. En zoals jullie op de kaarten kunnen zien, ik ga er nu nogal snel door, maar jullie kunnen daarna alles rustig thuis nakijken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt de overgrote meerderheid van die mensen dus niet vervoerd naar Noord-Amerika, maar wel naar de Caraïben en Latijns-Amerika en in het bijzonder Brazilië. In Brazilië vind je nog altijd de meeste mensen van Afrikaanse origine in de wereld, behalve uiteraard in Afrika zelf. Vlaanderen heeft in dat verhaal gedurende een korte tijd een belangrijke rol gespeeld. Het is een Vlaming die voor het eerst van keizer Karel dus de toestemming krijgt om rechtstreeks Afrikanen als handelswaar te vervoeren van Afrika naar Amerika. Op een bepaald moment zien we dat Antwerpen ook het grootste aantal Afrikaanse inwoners heeft in Europa. En geleidelijk zien we inderdaad, en het is moeilijk vast te leggen welk moment dat precies is, dat de Afrikanen niet meer als vrije mensen naar Europa kunnen reizen, maar alleen het zij als bedienden, het zij letterlijk als handelswaar. En tijdens die eerste fase ook een aantal portretten van individuele Afrikanen, zoals dit portret van Dürer of hier van Catharina, dat gemaakt is hier in Antwerpen. Rechts een portret van een Afrikaanse edelman, als je kijkt naar zijn attributen. Ook op dit schilderij van Rubens wordt een van de vier stromen van het paradijs voorgesteld door een Afrikaanse vrouw, die trouwens de enige is die rechtstreeks naar je kijkt. En die vier stromen worden dus inderdaad voorgesteld op basis van gelijkheid. Maar dan zie je, het begint eind 16e eeuw en vanaf de 17e eeuw zijn eigenlijk de enige manier waarop je nog portretten of afbeeldingen vindt van Afrikanen op schilderijen, dat zij getoond worden letterlijk als accessoires van edellieden, vaak ook met de ketting rond de hals, die moet duidelijk maken dat het gaat om slaven en niet om vrije personen. En er zou dan ook een rechtstreekse verband zijn met dat soort pages en de representatie van Zwarte Piet. En zo zien we ook hoe er geleidelijk een verschuiving is van de verklaring van de transatlantische slavenhandel met betrekking tot het verhaal van de vervloekte zonen van Ham in de Bijbel naar wetenschappelijke verklaringen, naarmate verlichtingsdenkers religieuze verklaringen voor de oorsprong van de mens verwerpen en op zoek gaan naar natuurlijke verklaringen voor variëteiten van de mensheid, waarbij zij in bijzonder aandacht besteden aan huidskleur in combinatie met mentale en of spirituele capaciteiten. De 18e eeuw, de Zweed Carl Linnaeus, die de vader wordt van de biologische taxonomie, die Homo sapiens onderverdeelt in vier types, eerst op basis van hun origine, in een tweede fase op basis van hun huidskleur en in een derde fase gaat hij ze ook nog associëren met specifieke eigenschappen, waarbij het de homo die hij identificeert met de eigenschappen die hij duidelijk als het meest positief beschouwt. Het is zeker niet zo dat dat soort theorieën worden gedeeld door alle verlichtingsfilosofen, maar het is wel zo dat de idee dat uitgerekend zwarte het meeste inferieure ras zouden zijn, wordt gedeeld door een aantal vooraanstaande filosofen zoals David Hume. Maar wat we vooral onthouden is dat het een theorie
is, die uiteindelijk wordt gebruikt om te rechtvaardigen dat vanaf een bepaald moment inderdaad mensen uit Afrika de enige zijn die als handelswaar worden verhandeld. En dat dat niet langer het geval is met bijvoorbeeld de Amerikanen die Amerika bewonen op het moment dat de Europeanen daar voet aan wal zetten en het continent koloniseren. En dat klassificatiesysteem van Linnaeus is voldoende reden, zoals je hier kan zien, voor burgemeester Emir Kir van Sint-Joostenode in Brussel om de naam van de straat die naar Linnaeus is genoemd te veranderen. Op de transatlantische slavenhandel volgt de kolonisatie van Afrika. En daar heeft de industriële revolutie een belangrijke rol gespeeld, in die zin dat, dat daarvoor eigenlijk Europeanen en Afrikanen op het vlak van politieke organisatie en materiële en technologische cultuur aan elkaar gewaagd waren. Het is de industriële revolutie inderdaad die Europeanen een voordeel heeft gegeven. Een combinatie van stoomboten, nieuwe geweren, nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld tegen malaria, waar daarvoor Europeanen bij bosjes aan stierven, maken dat zij voor de eerste keer inderdaad zeg maar, kunnen penetreren tot in de binnenlanden van Afrika. Dat leidt dan tot de wedloop om Afrika. En dat kadert alweer in het kader van de industriële revolutie. Dat wil zeggen de nood die er is enerzijds aan grondstoffen die aanwezig zijn op het Afrikaanse continent voor die industrie in Europa en terzelfde tijd ook de nood aan afzetmarken. En dan zie je dat aan het begin van de 20e eeuw in heel Afrika eigenlijk het enige land dat wordt bezet of gekoloniseerd Ethiopië is. Dan zie je ook dat tegen de 19e eeuw er het onderscheid wordt gemaakt tussen Afrika als het hele continent van de Middellandse Zee tot aan Kaap Goede Hoop, zeg maar, en Afrika in de raciale zin, Afrika bezuidende Sahara. Als wij de uitdrukking Afrikanen gebruiken, dan gebruiken wij die eigenlijk bijna exclusief voor de inwoners van het continent bezuidende Sahara, terwijl, zoals ik zei, vroeger dat niet het geval was, zowel Afrikanen als Moren kon slaan op de inwoners van het hele continent. En dan zien we bijvoorbeeld ook op schilderijen dat waar tot begin 19e eeuw Othello de figuur van Shakespeare, die Shakespeare beschrijft als de Moor, dat die eerder inderdaad wordt voorgesteld als een moslim, van wie we mogen veronderstellen dat hij uit Noord-Afrika komt en dan geleidelijk dat hij exclusief wordt voorgesteld als iemand die uit Afrika ten zuiden van de Sahara komt. En eenzelfde verschuiving zien we bij het gebruik van de term Moor, die vanaf eind 19e eeuw eigenlijk bijna exclusief wordt gebruikt voor mensen in Afrika, bezuidende Sahara. En zelfs een aantal van de schilderijen die ik heb gezien, die nu portret van een Afrikaanse man worden genoemd, enzovoort, enzovoort, tot een aantal decennia geleden was de legende portret van een Moor, enzovoort. Het is heel belangrijk om te beseffen dat als we het hebben over racisme op basis van huidskleur, dat het niet gaat om een objectieve beschrijving van hoe mensen er inderdaad uitzien, maar dat het gaat om een ideologie. Dus dat is het volgende punt dat ik wil behandelen. Dan zien we dat er vanaf de 18e eeuw het Grieks wit marmer wordt voorgesteld als symbool van grootsheid, wijsheid, morele strengheid en puurheid.
Europeanen beschouwen zich als erfgenomen van die Grieken en hun zogenaamd superieure cultuur. En ze beschouwen die culturen die niet schatplichtig zijn aan diezelfde Griekse cultuur als inferieur. Het gaat niet alleen zeg maar, om het oude Griekenland, maar zoals je hier kan zien gaat het 9 kansen op 10 ook om bebaarde mannen. Vrouwen komen er amper aan te pas. Ik herinner mij de Acropolis, de laatste keer toen ik er was, toen ik nog Latijns-Griek studeerde, toen dat je daar inderdaad vrij kon rondwandelen. Toen zagen al die tempels er inderdaad prachtig wit uit. Terwijl we op basis van schilderijen inderdaad de kleuren konden zien die zij vroeger hadden. Maar ook in de 19e eeuw bestond het bewustzijn dat de friezen van het Parthenon, zoals je hier kan zien op het schilderij van de Nederlands-Britse schilder Alma Tadema, dat die inderdaad vroeger gekleurd waren en zo... op basis van nieuwe technieken is men er dus inderdaad in geslaagd om een beter idee te krijgen van hoe die zogenaamde witte marmeren gebouwen en beelden er vroeger uitzagen. En het is natuurlijk een hele aanpassing voor diegenen die zoals wij zijn opgegroeid met het idee dat die Grieken zich eigenlijk bewogen in een monochroom witte wereld. Nu, die idee van witte superioriteit is dan een manier om zich te onderscheiden van de zogenaamde barbaren. Historisch gaat het dan om zeg maar, de Europeanen die leefden tijdens de zogenaamde duistere middeleeuwen. Op het moment inderdaad dat ook die gotische kathedralen polychroom waren, net zoals dat het geval was met die Griekse tempels en beelden. Maar op contemporain vlak gaat het dan over de Ottomanen, dat wil zeggen politieke rivalen in Oost-Europa, en dan ook overzeese koloniale onderdanen, zoals de inwoners van de Amerika's en dan uiteraard ook Afrikanen. Gewoon een aantal schetsen van hoe die polychrome kathedralen, die net zoals de Griekse tempels, ten gevolge van weersomstandigheden enzovoort volledig wit zijn geworden, er vroeger moeten hebben uitgezien. En zo geleidelijk wordt dus inderdaad het beeld opgebouwd van de identificatie tussen Europees zijn en wit zijn. Wit als de norm voor schoonheid, de Europese bourgeoiscultuur als motor van zogenaamde beschaving en de implicatie dus inderdaad dat kleur het kenmerk is van de ander, hetzij de historische of de geografische andere in Europa of elders. En dan dus een raciale hiërarchie met het lichtst gekleurde ras bovenaan en het donkerst gekleurde ras onderaan. Dus het gaat niet om iets wat neutraal is, maar het is politiek. En zoals ik eerder al zei, en dat is belangrijk, het gaat niet om een objectieve beschrijving. Het gaat over de plaats die men inneemt in een bepaalde economische, politieke en sociale hiërarchie. Het is voor ons moeilijk ons voor te stellen. Het stereotype beeld dat wij hebben van Ieren is zoals op de foto rechts. Mensen met een heel lichte huidskleur, met rood of rossig haar en sproeten. Terwijl je leest dat in teksten, je ziet dat op tekeningen Engelsen inderdaad Ieren tijdens de 19e eeuw systematisch beschreven als swarthy, dus als zwart en als dichter verwant aan Afrikanen en bij uitbreiding apen dan aan Engelsen. En ook hier voorstellingen van de Anglo-Ierse auteur Oscar Wilde tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten als een Afro-Amerikaan.
Nu, gedurende lange tijd was er dus de vraag of inderdaad zeg maar, die zogenaamde biologische verschillen die er zouden bestaan tussen de verschillende rassen, of die konden verklaard worden door het feit dat er inderdaad verschillende rassen zich apart van elkaar ontwikkeld zouden hebben, of dat het gaat om verschillen binnen de ene menselijke soort. Uiteindelijk heeft dat monogenetische model, dus de idee dat er inderdaad maar één menselijke soort gehaald op het zogenaamde polygenetische model. En dat heeft natuurlijk te maken met de darwinistische evolutieleer, maar ook bijvoorbeeld met het katholicisme, dat enerzijds die darwinistische evolutieleer verwierp, maar terzelfde tijd vanuit een heel andere invalshoek ook het monogenetische model verdedigde vanuit de visie dat alle mensen afstammelingen zijn van Adam en Eva. En dat betekent dus dat het belang van cultuur toeneemt om te verklaren waarom er verschillen zouden bestaan tussen zogezegde verschillende rassen. En dat is dan de basis van het koloniale beschavingsideaal, la mission civilisatrice, zoals dat in het Frans werd genoemd. En dan wordt er een model geconstrueerd dat wordt gebruikt in de humane en sociale wetenschappen. Dat moet aantonen dat alle menselijke maatschappijen dezelfde fasen doorlopen van de minst tot de meest complexe, van de meest primitieve tot de meest beschaafde. En dat het uiteindelijk alleen maar de witte mensen zijn, zeg maar, die die hoogste graad van beschaving hebben bereikt. En dat zij daarom de morele plicht hebben om ook die andere zogenaamde inferieure mensengroepen op datzelfde beschavingsniveau te brengen. En dan zie je hier inderdaad hoe die witte mens, en het gaat alweer meer bepaald over mannen, vrouwen komen er in dit soort modellen bijna nooit aan te pas, dat die ofwel zeg maar, aan de top van de piramide wordt geplaatst, zoals op de tekening links, of centraal, zoals op de tekening rechts, als is de witte mens de zon rond wie de andere zogenaamde inferieure rassen draaien als planeten. En dan hier bijvoorbeeld een aantal stambomen. Die moeten aantonen niet alleen wat de evolutie is van de mens, maar ook wie de esthetisch het mooiste is of intellectueel het best ontwikkeld. En ook daar kan je zien dat het systematisch de witte mens is die helemaal bovenaan staat. En dan de zwarte mensen die systematisch het dichtst bij de stam worden gesitueerd. En op basis inderdaad van de koppeling van die hiërarchie van die rassen aan de graad van technologische ontwikkeling, die natuurlijk sterk gerelateerd is aan de industriële revolutie waarover ik het al had, komt er dus die idee dat beschaafd zijn en wit zijn eigenlijk onderling, dat die eigenlijk identiek zijn. En dan vindt er iets plaats wat we nu, anno 2020, misschien cultural appropriation zouden noemen. Dat is alleszins nog de manier waarop ik vroeger geschiedenis en kunstgeschiedenis heb geleerd op de middelbare school. Ik hoop dat dat ondertussen niet meer het geval is. Dus dat de beschaving begint in Mesopotamië. Van Mesopotamië verschuift ze naar Egypte. Van Egypte naar Fenicië. Vandaar steekt ze de Middellandse Zee over. Dan kom je in Kreta. Van Kreta gaat het dan richting Europa. Eerst Griekenland, dan Rome en dan West-Europa. En vanaf dat moment verdwijnen al de andere gebieden waar men het al over had,
zoals Mesopotamië, Egypte enzovoort, maar ook de rest van de wereld volledig buiten het plaatje, tenzij dan in een latere fase, als er sprake is over de grote ontdekkingsreizen, de overzeese kolonisatie enzovoort. Enzovoort. En dat ideologische aspect zie je ook in de mate dat inderdaad, zeg maar, die regio's in Azië en in Afrika worden gezien als deel uitmakend van de geschiedenis van Europa, terwijl hun nazaten die leven in wat nu Irak, Iran, Egypte, Libanon, Syrië enzovoort is, niet worden beschouwd als wit. Je ziet dan inderdaad ook hoe zich verschillende wetenschappelijke disciplines ontwikkelen afhankelijk van de mensen die gebestudeerd worden. Sociologie voor witte mensen, antropologie voor alle anderen. Kunst en kunsthistorische musea inderdaad voor witte geschiedenis en witte kunst. En alle anderen worden samengebracht in koloniale musea. En daar vind je meestal een combinatie van natuurlijke, dat wil zeggen geologische en biologische specimens, en die zogenaamde etnografische objecten die gemaakt worden door de koloniale onderdanen, en een hele terminologie die ontwikkeld wordt om ook alweer te benadrukken hoe mensen in Europa leven in staten, terwijl mensen elders in stammen wonen, geen bewoners zijn, maar inboorlingen, geen talen spreken, maar dialecten enzovoort. En dan hier bijvoorbeeld het object aan de linkerkant uit het Congo-Koninkrijk, dat tot recent een fetisj werd genoemd, terwijl het schilderij aan de rechterkant een icoon wordt genoemd, terwijl wat hun gebruik betreft het beide objecten zijn die gelieerd zijn aan een bepaald geloof, die gebruikt worden in een rituele context om te interveneren in de wereld van de mensen door bijvoorbeeld mensen te genezen. En het roept dus de vraag op inderdaad waarom je ze zou beschouwen in functie van hun verschillen, eerder dan op basis van het feit dat ze op een heel gelijkaardige manier worden gebruikt. Ik zal niet stilstaan, ik wil er alleen op wijzen dat het veel minder bekend is dat een groot aantal vooraanstaande kunstmusea die werden gecreëerd tijdens de 19e en de 20e eeuw, dat die collecties in eerste instantie werden gecreëerd door mensen, alweer mannen die grotendeels fortuin hadden gemaakt op basis van de arbeid van het zij slaven, het zij koloniale onderdanen op plantages. Kijken we nu heel bepaald naar de onafhankelijke Congo-staat en Belgisch-Congo, dan zien we inderdaad dat op juridisch vlak er wordt gewezen op het feit dat de kolonisatie erop gericht is om erop toe te zien dat de beschaafde groep, de Belgen, de Europeanen, de zogenaamde onbeschaafde groep, de Congolezen, zal beschaven. Dan zien we ook dat er een onderscheid wordt gemaakt, zeg maar, om te beslissen wie beschaafd en wie onbeschaafd is, in functie inderdaad van de vindingrijkheid die mensen moesten afleggen om inderdaad in Congo te wonen. Dus dat betekent uiteraard, als je in Congo bent geboren, ja, dan heb je er geen enkele intellectuele verdienste aan dat je je daar op dat grondgebied bevindt. Dus dan ben je per definitie onbeschaafd. En het betekent uiteraard dat diegenen die van het verst komen, in casu
de Europeanen, dat die zogezegd het meest beschaafd zouden zijn. Dus men probeert zich enerzijds, als het ware, in alle mogelijke bochten te wringen om toch maar te benadrukken dat het niet gaat om biologische verschillen, maar wel om culturele verschillen. Juristen zitten daar ook heel erg mee gevrongen, omdat zij beseffen al tijdens de eerste helft van de 20e eeuw wisten antropologen en biologen inderdaad al dat het onhoudbaar is om vol te houden dat je de ene menselijke soort kan onderdelen in verschillende rassen. Maar dan zie je dat in de praktijk er inderdaad een colorbar was. Dus dat er inderdaad onderscheiden werden gemaakt op basis dus tussen kolonisatoren en gekoloniseerden, waar men enerzijds wel wees op het zogenaamde beschavingsverschil, maar waar men anderzijds zag dat bepaalde wetten inderdaad het nadrukkelijk hadden, bijvoorbeeld over zogenaamde inboorlingen, inlanders, zwarten enzovoort. Maar terzelfde tijd, zelfs al waren er juristen, zoals een Anton Rubens, die toegaven dat de afstand tussen zwarte en witte mensen in Belgisch Congo zo groot was dat ze elke barrière, zoals een colorbar in Zuid-Afrika, overbodig maakte, maar dat hij terzelfde tijd toch weigerde toe te geven dat het ging om een feitelijke colorbar, omdat hij ervan overtuigd was dat men het deed om de inboorlingen, alweer zo'n term, te beschermen. Terzelfde tijd, de mate waarin het ging om een ideologie, zie je ook op basis van het feit, en dit is natuurlijk een beetje ironisch, dat de Grieken in de koloniale context niet golden als wit. En dat was trouwens in de Verenigde Staten tijdens de eerste helft, tot de eerste helft van de 20e eeuw, ook nog altijd het geval. En het betekende bijvoorbeeld dat in Belgisch Congo Grieken geen lid konden worden van Europese verenigingen. En dat had te maken met het feit dat zij grotendeels verantwoordelijk waren voor handel met Congolezen. Dus nogmaals, de manier waarop je binnen zo'n koloniaal hiërarchisch model geclassificeerd wordt als zijnde wit, zwart of wat dan ook, is geen kwestie van een louter objectieve beschrijving, louter objectief waarneembare fysieke verschillen, maar het gaat om een heel complex systeem. En dat toont terzelfde tijd natuurlijk ook aan hoe fragiel en onhoudbaar dat systeem is. Ook elders waren er uitzonderingen. Een van de redenen waarom men bijvoorbeeld inderdaad in Congo vasthield aan dat onderscheid, dat moest gemaakt worden tussen diegenen die intelligent genoeg waren geweest om voet te kunnen zetten op Congolese bodem van ver af, was de historische aanwezigheid van nogal wat Afro-Amerikaanse burgers, die men natuurlijk als Amerikaanse burgers niet kon uitsluiten op grond van de huidskleur die ze eigenlijk gemeenschappelijk hadden met die zogenaamde onbeschaafde Congolezen die door Belgen gekoloniseerd werden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, net zoals in de Verenigde Staten, dat kinderen die geboren werden met een Europese en een Afrikaanse ouder, onafhankelijk van hun huidskleur, hun identiteit ontleenden aan de meest donkere ouder. En dat was in 99 procent van de gevallen de moeder. Dus ook als de huidskleur van de kinderen als het ware viel tussen die van beide ouders, werden de kinderen beschouwd als zwart, maar nooit als wit.
Je ziet dan ook dat er een hele hiërarchie wordt ontwikkeld, ook tussen zogenaamde zwarte rassen, waarbij de zogenaamde Bantus de echte zwarten zouden zijn, maar dan bijvoorbeeld Hamieten zouden dan later zich in Afrika gevestigd hebben enzovoort. En hoe dat er op die manier dus door die voortdurende verschuiving tussen biologische en culturele verschillen etnische groepen worden gefixeerd en uitgevonden, die dan op een heel stereotype manier worden voorgesteld, zoals op deze kaartjes die kinderen konden verzamelen. Ik denk dat het hier was bij Liebig vleesextract. Dus, en dat ze dus inderdaad op deze manier van heel jonge leeftijd al vertrouwd werden gemaakt met dat systeem van raciale klassificatie. Met ook kaartjes waar inderdaad geen onderscheid werd gemaakt tussen die zogenaamde onbeschaafde Congolezen en dan als het ware de, of letterlijk de andere fauna in de kolonie. En dan in schril contrast natuurlijk met de heroïsche Europeanen en Belgen die het land bezetten en koloniseren. En een interessant citaat van een missionaris naar wie de jurist Anton Rubens beschrijft, die aantoont hoe voor vele missionarissen het inderdaad het milieu was waarin Congolezen woonden, dat maakte dat zij een graad van onbeschaafdheid hadden in relatie tot Europeanen. Hij kon zich bezwaarlijk een waarachtige christen anders voorstellen dan in de gestalte van zijn vader Zaliger, die 20 generaties geworteld zat in onze heilige kempen. Dus als het ware een naturaliseren van wat uiteindelijk Congolese verschillen zijn. Daar zijn parochianen spijt zijn vrome ijver ver afbleven van dit prototype, was de hele vloed der genade hem niets te veel om niet toe te geven aan vertwijfeling. Dus de idee inderdaad dat Congolezen gedoemd zijn onbeschaafd te blijven, omdat zij niet de voordelen hebben gehad van christelijke Europeanen om gedurende vele generaties lang als het ware geworteld te zitten in een omgeving die doordecemd is, zeg maar, van die zogenaamde superieure cultuur. En dat brengt mij tot mijn laatste punt. Dus dat is eigenlijk de geschiedenis die we moeten begrijpen om te begrijpen op welke manier er ook nu nog wordt gekeken naar Afrikanen en naar mensen van Afrikaanse afkomst in België, net zoals in de Verenigde Staten. En dan zien we inderdaad dat zij op verschillende manieren ontmenselijkt kunnen worden. En uiteraard, ik stel het hier schematischer voor dan het is, fysieke ontmenseling, intellectuele ontmenseling, ontmenselijking, culturele ontmenselijking. In werkelijkheid liggen die natuurlijk in elkaars verlengde, omdat we een mens uiteraard niet kunnen beschouwen als één enkele puzzel die bestaat uit drie verschillende puzzelstukjes die we gewoon in en uit elkaar kunnen halen. Maar een voorbeeld van het soort memes dat je online terugvindt, waar er op waar als het ware mensen van de jongere generatie en in eerste instantie inderdaad diegenen die zich sterk identificeren met extreemrechts Vlaams nationalisme en of meer
in het algemeen wat we white identity movements kunnen noemen. Dus die zich nu identificeren met Leopold II, die ze beschouwen als de zoveelste witte man die nu in een negatief daglicht wordt gesteld. En dan daaruit volgend inderdaad de idee dat Congo van hen is, opnieuw een kolonie zou moeten worden of nooit onafhankelijk had mogen worden. Sommigen van die memes zijn al een beetje wansmakelijker dan anderen, zoals deze, doe het opnieuw, Leo. En dan eentje heel recent, die duidelijk betrekking heeft op de actuele gezondheidssituatie. Maar we zien dan eigenlijk dat ook in de kritiek op dat terreurregime van Leopold II, dat we een gelijkaardige ontmenselijking zien in de mate dat het vaak gaat om een pornografie van geweld, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op Congolezen als slachtoffers. En waar je inderdaad voortdurend dat soort foto's en bijna exclusief foto's krijgt van gruweldaden, in bijzonder afgehakte ledematen, waarbij de slachtoffers niet worden voorgesteld in hun volle menselijkheid. Meer in het algemeen grove generaliseringen over Afrikanen en zwarte mensen, geïdentificeerd in functie van hun lichamelijkheid, hangt natuurlijk ook samen niet alleen met het fysieke geweld waarvan zij het slachtoffer waren, maar ook met de dwangarbeid die zij verplicht werden uit te voeren ten tijde van de transatlantische slavenhandel, tijdens de koloniale periode. En daarbij ook de mythe dat zij een hogere pijngrens zouden hebben. En dat maakt dat lichamelijke klachten van zwarte mensen nog altijd worden onderschat of genegeerd. En zeker in de Verenigde Staten is daar uitgebreid onderzoek over gedaan. De idee dat zij intellectueel zwak zijn, maar dat zij een bedreiging vormen voor de witte mensen die intellectueel superieur zouden zijn op basis van hun vermeend hogere fysieke kracht, die alweer gelieerd is aan de status die ze hadden als slaaf of als koloniaal onderdaan, die verplicht werd dwangarbeid te verrichten. En dat hangt dan samen met etnische profilering en met politiegeweld. Er werd verwezen inderdaad naar de dood van zwarte burgers in de Verenigde Staten ten gevolge van politiegeweld. Maar als de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten de ampleur heeft genomen die ze ondertussen gekregen heeft, dan is dat natuurlijk op basis van het het visuele materiaal dat maakt dat men niet langer kan wegkijken van dat soort geweld. Maar het betekent uiteraard ook dat de bewijslast heel hoog ligt. En dat is vaak een probleem dat mensen zeggen, tenzij zij inderdaad het visuele materiaal hebben dat kan aantonen wat hen werd aangedaan, dat zij niet geloofd worden. En dan de andere mythe, dat het zogenaamde Afrikaanse ras een aangeboren talent voor sport zou hebben, waarbij de implicatie is dat zij daar niet moeten voor werken, dat het niet hun persoonlijke verdienste is, maar gewoon iets dat zij kunnen doen, omdat zij daar biologisch beter voor geschikt zijn dan witte mensen. En er zijn
nogal wat gevallen inderdaad van zwarte personen in België, van wie activisten zeggen dat zij het leven hebben gelaten, het zij ten gevolge van politiegeweld, het zij ten gevolge van het feit dat de mensen die geacht worden voor hen te zorgen, zoals peuterleidsters, kleuterleiders en onderwijzers, denken dat zwarte kinderen voor zichzelf kunnen zorgen op een manier dat witte kinderen dat niet kunnen. Met andere woorden, dat ze geneigd zijn zich minder beschermend tegen hen op te stellen. Tenzij dat je woont in de regio waar de feiten hebben plaatsgevonden, ben je daar meestal niet van op de hoogte, omdat de meeste van die gevallen het nieuws niet halen, zoals Curtis bijvoorbeeld, een jongen die verdronken zou zijn tijdens een uitstapje, omdat de personen die verantwoordelijk waren voor de peuters onvoldoende voor hem zouden hebben gezocht. Is het waar, is het niet waar? Wel, dat is natuurlijk het hele drama dat zonder bewijsmateriaal het heel moeilijk is om daar überhaupt een uitspraak over te doen. Maar recent dan toch één... persoon die stierf na een politieinterventie waarover De Morgen heeft bericht heel recent in het begin van de maand. En dan natuurlijk de afschuwelijke dood van Sanda Dia, student aan de KU Leuven hier, waarvan op basis van wat we ondertussen weten, ook meer en meer zou blijken dat racisme daar een mogelijke bezwarende omstandigheid zou zijn. Nu, die hele idee bijvoorbeeld dat zwarten superieure sprinters zouden zijn als zij in Amerika zouden wonen, omdat alleen zeg maar, de meest fysiek sterke slaven die gruwelijke overtocht zouden overleefd hebben. Maar als je dan even kijkt naar de kaart bijvoorbeeld van de landen waar de meeste wereldrecords op de sprint werden gelopen, je kan het amper zien. Het gaat eigenlijk exclusief om Jamaica en het roept natuurlijk de vraag op, maar wat met al die andere zwarten, bijvoorbeeld in Brazilië, het land, zoals ik zei, waar de meeste mensen van Afrikaanse afkomst wonen, buiten Afrika. Maar je ziet het ook als het bijvoorbeeld gaat over de 10 kilometer. Dat is exclusief Ethiopië. Als het gaat over de marathon, is het exclusief Kenia. En in Kenia dan nog heel bepaald de Nandi-groep. Als het gaat over de 1500 meter, dan gaat het eigenlijk alleen over Marokko. Dus ook hier mogen we veronderstellen dat het eerder gaat om het feit inderdaad dat er andere omstandigheden zijn, zoals training, die verklaren waarom inderdaad bepaalde landen domineren en niet het feit dat het Afrikaanse ras in het algemeen een grotere begaafdheid zou hebben voor bepaalde sporten dan om het even welke ander ras. Intellectuele ontmenselijking, de populariteit van de Amerikaanse Black and White Minstrel Shows, die zwarte mensen voorstellen als dom, die dus tot in de jaren 70 werden getoond op de voormalige BRT. Ik ben daar nog mee opgebracht. En er is dan een duidelijk verband met de representatie van bijvoorbeeld Zwarte Piet. En dan zien we inderdaad de paradox
Dus de stereotype beelden, de meeste Belgen, het beeld dat ze hebben van zwarte medeburgers, zijn van stadsbendes, atleten, entertainers, Zwarte Piet en andere blackface-figuren. In werkelijkheid weten we op basis van onderzoek dat ze de hoogste graad van opleiding hebben van alle groepen in België, maar ook de hoogste graad van werkloosheid. En één mogelijke verklaring zou zijn, en ik verwijs hier naar een poll die werd uitgevoerd door wat toen nog het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heette in 2011, die duidelijk aantoont dat het beeld dat vele Belgen hebben, witte Belgen, van mensen van Afrikaanse origine inderdaad teruggaat op koloniale stereotypen van mensen die vrolijk zijn, maar niet intelligent, die eerder lui zijn, goed zijn in sport enzovoort. Culturele ontmenselijking. Het contrast hier tussen de redenvoering van de eerste minister van Congo, Patrice Lumumba, waarin hij spreekt over de dwangarbeid, over de verbanningen in eigen land, over het feit dat zij getutoyeerd worden en worden genoemd met het woord dat nu nog amper wordt uitgesproken. Het is ook het beeld dat je ziet op de schilderijen die heel populair waren in Congo tot tijdens de jaren 70, waarbij vooral de nadruk werd gelegd op het fysieke geweld. Terwijl vele Belgen nog altijd het idee hebben van Belgisch Congo als een modelkolonie. En dat leidt dan tot nostalgische beelden, zeg maar, over dat koloniale verleden, of een exclusieve focus op het actuele Congo in relatie tot het verval van de infrastructuur die daar door Belgen werd gecreëerd. Er ligt een grote focus in de meest recente debatten over Black Lives Matter, over restitutie, over koloniale stambeelden en monumenten enzovoort enzovoort, precies op het koloniale verleden. Maar het probleem is precies dat die focus op het koloniale, op de koloniale geschiedenis onvoldoende is, zolang dat het belang van de geschiedenis van racisme en van Afrika onderbelicht blijft. Na afloop van de eerste cursus die ik gaf aan het CASC over antropologie van de kunsten in Gent, vroeg ik aan alle studenten wat zij het meest van de cursus hadden onthouden. En een van de opmerkingen die ik het meest heb onthouden is van die ene studente die mij zei: ik wist niet dat Afrikaanse culturen veranderden. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de manier waarop de meesten onder ons al dan niet over Afrika hebben geleerd. Door de band genomen, om te beginnen bestaan er weinig vulgariserende publicaties van wetenschappelijk onderzoek over Afrika. Is het ook zo anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dat je al een nicheopleiding moet volgen, zoals antropologie, zoals ontwikkelingsstudies, om inderdaad, zeg maar, in je cursussen uitgebreid te leren over Afrika. Alleszins, ik hoop dat de situatie ondertussen veranderd is, maar zeker toen ik zelf nog student was,
en toen ik Afrikaanse talen en geschiedenis studeerde aan de Universiteit van Gent en later sociale en antropologie hier aan de KU Leuven, toen had ik een aantal verplichte vakken die voor andere studenten, bijvoorbeeld in de richting psychologie en in de richting recht, eigenlijk keuzevakken waren. Dus je kon er als student voor in de rechten voor kiezen om een vak over Afrikaans recht te volgen, maar je kon dat net zo goed niet doen. Idem voor een vak over crossculturele psychologie. En op die manier krijg je als student natuurlijk onbewust de indruk dat het in de humane en de sociale wetenschappen, dat inderdaad witte mensen de norm zijn en dat er voor de rest alleen maar mensen zijn die afwijken van de norm. En bijvoorbeeld in de psychologie wordt dat hoe langer hoe meer als een probleem gezien, inderdaad, dat de meeste psychologen in de westerse wereld eigenlijk alleen maar onderzoek doen bij witte mensen en vaak nog zelfs hun eigen studenten aan de universiteit en vandaar extrapoleren alsof dat onderzoek ons inderdaad iets kan vertellen over mensen elders ter wereld. En dat is denk ik precies de verantwoordelijkheid die universiteiten hebben als je uitgaat, zoals ik zei, van de veronderstelling dat als we het hebben over racisme, het niet alleen gaat over de verschillen die er zouden bestaan tussen verschillende mensengroepen, maar precies over het onvermogen of de onwil om te zien dat er maar één menselijke soort is. Wel, als je dat als wetenschapper doortrekt tot de meest logische conclusie, dan betekent dat dat het onderzoek in de menswetenschappen, in de sociale wetenschappen en zeker zoals dat wordt aangeleerd aan studenten, inherent intercultureel en comparatief moet zijn. En dus dat alle studenten die recht, psychologie, geschiedenis enzovoort enzovoort volgen, dat die inderdaad de geschiedenis, het recht, de psychologie enzovoort enzovoort moeten leren. Niet alleen van witte mensen, maar van mensen overal ter wereld, inclusief uiteraard zwarte mensen uit Europa, Afrika en andere regio's. En ik ben al licht over tijd, dus ik stel voor dat we het daarbij houden. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik weet, het was heel veel op heel korte tijd, maar er is nu tijd om vragen te stellen. Maar eerst geef ik uiteraard het woord aan Idis Bald. Ja, dank u wel, Bambi. Het was echt een heel goed overzicht, heel rijk. Ik moet het zelf niet kennen. Dus de meesten hebben dat hier, niet hier in deze zaal, maar dus via de livestreaming en de recording achteraf, noteren dat als leerstof. Ik heb twee kolommen. Dingen die ik graag nog eens met u zou willen nabespreken en dingen die ik echt heb bijgeleerd. Gewoon eventjes, dus ja, je vertelde eigenlijk over de uitvinding van ras, de uitvinding van huidskleur. En dan moest ik ook direct denken dat niet alleen Afrikanen, maar bijvoorbeeld in de verlichting heeft men ook plots uitgevonden dat Aziaten geel zijn, wat ook echt een absurditeit is. Je hebt ook gesproken over hoe de bijdrage van wetenschappers aan heel die evolutie in de voorbije eeuwen. En dan denk ik direct aan de paleontologie en de zoektocht naar de missing link tussen, dus na Darwin dan, tussen de primaten en de eerste mensen, mensachtige en de huidige mens. En dan het idee fix dat zeker niet in Afrika kon zijn. En dus heel veel paleontologen op het einde van de 19e en 20e eeuw
waren op zoek naar die missing link in Azië. En het is dan pas met Richard Leakey enzovoort dat men dan Lucy en in Ethiopië en dat men ziet dat het vandaar komt. Maar dus hoe dat wetenschappelijke kennis ook zo bevooroordeeld is geweest door die ideeën die jij bespreekt. Dat allemaal over de geschiedenis. Ik ben zelf historicus, dus ik zou daar graag nog verder over praten. Maar tegelijkertijd denk ik, en je zegt het ook of je verwijst er naar in je titel, zijn de zaken de laatste jaren in beperkte mate aan het veranderen. Dus er vindt een soort van decolonization of the mind plaats, waarbij dat men wil afstappen van ja, de denkkaders, de maatschappelijke structuren, die al dan niet rechtstreeks voortspruiten uit de kolonisatie, hè, waar dat er een politieke decolonisatie is gebeurd in 1960, althans op papier, is die mentale decolonisatie eigenlijk nu pas begonnen. Black Lives Matter speelt daar nu een soort van katalysator in en de voorbije maanden is er daar als nooit tevoren over gesproken. Eigenlijk heeft Adam Hochschild al 20 jaar geleden een soort van steen in de kikkerpoel geworpen, maar protest tegen standbeelden dateert al van meer dan 15 jaar. Maar lang werd dat nog als iets marginaal, als iets ja, van vandalen beschouwd, terwijl dat dan nu echt wel een maatschappelijke erkenning krijgt. Er bestaat ook iets als decolonizing academia. En dus ook universiteiten zijn er zich van bewust dat er dingen moeten veranderen, dat er dingen fout zijn. En dat universiteiten daar een voortrekkersrol in moeten spelen. Je verwijst naar Sandadia, inderdaad een afschuwelijk verhaal. Maar bijvoorbeeld in die maand juni, in de nasleep van Black Lives Matter, hebben universiteiten, niet alleen Leuven, ook de Universiteit van Mons, de eerste stappen gezet om Leopold II weg te halen. Er zijn ook verschillende commissies opgericht, dus niet alleen de parlementaire of de federale. Jij zit zelf nu ook in de Brusselse. De Vlaamse heeft intussen al een handreiking geschreven. Maar ook aan universiteiten wordt er nu nagedacht. Bijvoorbeeld, wat moeten wij doen met koloniaal erfgoed? En ikzelf zit ook in de VLIR, dus de Vlaamse Interuniversitaire Raad, waarbij dat er voor elke universiteit een persoon nadenkt. Een persoon de universiteit vertegenwoordigt. En samen denken wij nu na over wat er allemaal moet gebeuren. En ik ben zeker op het einde nog beginnen noteren. Bepaalde zaken zijn eigenlijk al bezig. Bijvoorbeeld over wat je zegt dat in recht, in psychologie enzovoort, in al die opleidingen ook aandacht moet zijn aan de niet-witte perspectieven. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden is er hier bij Metaforum een denkgroep opgericht met Karin de Voort over die multiregionaliteit. En Karin de Voort, een sinologe, ja, ergert zich daar ook heel erg aan. En binnen het vak interculturaliteit geeft zij daar ook echt een les over. Hoe fout dat is hoe dat in andere landen is. Hoe dat China, Japan en de Verenigde Staten omgaan met multiregionaliteit en hoe dat Europa daar helemaal anders tegenover staat. Ik heb eigenlijk heel je lezing gedacht om jou te vragen van ja, wat vind je nu het hoogst dringendste, maar eigenlijk heb je dat in je besluit gezegd. Dus ik denk dat ik het hier gewoon bij ga laten en ik vermoed dat er al vragen zullen zijn uit het publiek en dat we dus gewoon eigenlijk gaan luisteren naar het publiek. Dank u wel in elk geval. Ik zou daar toch één ding willen aan toevoegen. Ik heb het hier inderdaad, want ik zeg het, je kan er heel veel over zeggen en ik heb natuurlijk inderdaad gefocust zeg maar, over de leerstof die studenten al dan niet krijgen, maar er is natuurlijk een groter plaatje, hè, net zoals het
Natuurlijk ook discussies over koloniaal erfgoed enzovoort enzovoort is ontzettend belangrijk. Maar je moet natuurlijk ook een personeelsbeleid hebben. Je moet natuurlijk ook kijken naar de instroom van studenten. Je moet natuurlijk ook kijken naar de problemen die bepaalde studenten hebben. De noodzaak die zij voelen inderdaad om hun eigen verenigingen op te richten enzovoort enzovoort. En dat is eigenlijk de moeilijkste oefening. Standbeelden of beelden weghalen, dat is nog redelijk gemakkelijk. Dat doe je één keer. Maar een systematisch en een structureel beleid ontwikkelen waarbij je jezelf voortdurend in vraag stelt, dat is uiteindelijk de uitdaging. En als wetenschappers word je sowieso al verondersteld dat te doen, maar mijn aanvoelen is dat op een administratief niveau en op alle andere niveaus en dat nadenken inderdaad van... hoe stellen we onszelf niet alleen intellectueel in vraag, maar ook in onze omgang met mensen, in ons personeelsbeleid enzovoort. Ik denk dat daar de belangrijkste uitdaging ligt. Dank u wel. Ik geloof dat Pieter met een aantal vragen van de mensen zelf zal komen. Ja, dus we hebben inderdaad via Poll Everywhere de mogelijkheid geboden aan iedereen die deze les... deze discussie van thuis aan het volgen is om ook vragen in te sturen. En dus zowel studenten als externen kunnen daar gebruik van maken. Dat kan nog altijd. Ik moet wel zeggen dat die vragen met een beetje vertraging bij ons binnenkomen. Dus dat het soms wat moeilijk is om misschien heel gevat altijd in te pikken op discussies die we aan het voeren zijn hier. Als ik kijk naar de vragen die zijn binnengekomen, er zijn al vrij veel vragen binnengekomen, dus we gaan ze zeker niet allemaal kunnen behandelen. Maar ik zie onder andere vragen over de geschiedenis van de kolonisering, waar u het er straks over heeft gehad. Ik zal er daar dadelijk een aantal uitpikken. Ik zie ook vragen over de actuele situatie, hoe we er momenteel aan toe zijn, hoe onze maatschappij omgaat met een aantal fenomenen. En ook een aantal vragen zie ik recent binnenkomen naar het einde van de les over mogelijke oplossingen, hoe we daarmee kunnen omgaan. Laten we misschien beginnen met een aantal vragen over geschiedenis. U heeft er straks, ik ga een beetje parafraseren, een vraag die we hebben gekregen vrij vroeg tijdens onze les. U heeft er straks gesproken over de 18e eeuw en hoe daar dat idee heel sterk opkomt van zwart als een inferieur ras. Iemand die de vraag stelt, in welke mate kunnen we opvattingen van bijvoorbeeld ook bekende personen die dan geleefd hebben. U heeft er straks denk ik ook naar David Hume verwezen in de les. Kunnen we die beoordelen naar maatstaven die we vandaag gebruiken? Hè? In welke mate is het een soort mogelijke verdediging of vergoelijking van dat iemand nu eenmaal volgens de toenmalige opvattingen aan het handelen was? Of kunnen we daar strenger in zijn en naar onze huidige maatstaven daarop reageren? Wel, het hele punt is, zoals ik ook heb gezegd, dat er natuurlijk geen eensgezindheid was over de idee dat bepaalde rassen inferieur zouden zijn aan andere. Dus er waren daar wel degelijk wetenschappelijke debatten. En dat toont alweer aan dat het onmogelijk is in welke maatschappij ook om te zeggen van er is slechts één enkele mening en dus dat is wat mensen denken omdat ze in een bepaalde maatschappij wonen. Je hebt in elke maatschappij heb je mensen die er verschillende standpunten op nahouden. Je spreekt dan ook natuurlijk over een maatschappij waar ook zwarte mensen wonen en die hebben uiteraard ook een opinie. En ik heb tot nader order nog nooit gehoord van één enkele persoon, of hij zwart was of niet, die er ooit heeft om gevraagd om tot slaaf gemaakt te worden, omdat dat een aantrekkelijk vooruitzicht is. Maar een van de punten van kritiek tegenover iemand zoals David Hume is dan bijvoorbeeld dat een man was die er trots op ging, en dat is een referentie trouwens die in de bibliografie staat, dus wie erin geïnteresseerd is, kan dat nalezen. Dus die er trots op ging inderdaad, die
uitging inderdaad van de veronderstelling dat je alles empirisch moest onderzoeken. En dat was dan iemand die zich bewoog in kringen waar inderdaad ook zwarte mensen rondliepen. En die zich er dus inderdaad... Hij kon dat als het ware letterlijk vaststellen dat dat mensen waren die zeg maar intellectueel even begaafd waren als andere mensen. Maar dat hij, dus, dat, hij dat om de een of andere reden niet wilde of niet kon zien. Dus ik vind dat altijd een beetje vreemd. Dus dat argument van je moet dingen in zijn context zien. Enerzijds wordt dat dan heel vaak gebruikt als iemand... ik dan bijvoorbeeld spreek over de multiculturele samenleving, want dan ben je aan relativisme aan het doen en dat mag niet. Maar terzelfde tijd wordt datzelfde argument dan op een positieve manier gebruikt als het inderdaad gaat over het verleden en bijvoorbeeld over de koloniale maatschappij, over de slavenhandel enzovoort enzovoort. Terwijl het natuurlijk... Dan zou je net zo goed kunnen zeggen, ja, maar je bent hier aan relativisme aan het doen. En uiteindelijk natuurlijk is, ik bedoel, maar alles is op de een of andere manier relatief. Maar hoe dan nog, zoals ik zei, er is geen enkele maatschappij die je kan identificeren met één enkel perspectief. Er zijn altijd verschillende perspectieven. Dan zie je inderdaad dat bepaalde perspectieven kunnen domineren. Maar dat betekent nog niet dat we daarom moeten vergoeilijken wat men daar denkt. Want op die manier kan je alles vergoeilijken. Hè. Kan je de pogroms op Joden vergoeilijken, kan je de Holocaust... Het komt erop aan dat je beseft dat er verschillende groepen zijn in één enkele samenleving die inderdaad verschillende belangen hebben. Maar dat de meeste van die groepen inderdaad... van zichzelf denken dat zij mensen zijn die recht hebben op waardigheid, op erkenning enzovoort enzovoort. En ik denk dat je op basis daarvan dan inderdaad wel ook achteraf kan zeggen dat er bepaalde dingen zijn die fout zijn gelopen. En dan is de hele vraag, en dat is net een van de frustraties van vele activisten, en ik zeg niet dat de vergelijkingen pertinent zijn, maar het is het soort vergelijkingen die ze inderdaad altijd maken. Waarom is er inderdaad zoveel afschuw ten opzichte van historisch antisemitisme en genocide enzovoort enzovoort. Terwijl als het gaat om kolonisatie en om slavenhandel, dan krijgen we altijd het argument, ja, maar je moet dat in zijn perspectief en in zijn context zien. Ik wou daar nog eventjes iets met... Ik vind uw antwoord heel goed, hoor. Maar om terug te keren naar die vraag, gewoon nog eventjes. Ik vond de sterkte van uw lezing eigenlijk, dat jij toonde dat in die 18e eeuw bepaalde ideeën, of met de bepaalde ideeën, nieuwe werkelijkheden zijn gecreëerd. Of nieuwe denkkaders. En dat die tot op de dag van vandaag dominant zijn. En wat dat jij heel goed getoond hebt, is één, dat elders... en in andere tijden anders was. En dat dus eigenlijk ook nu ook weer verder kan veranderen. Dus dat eigenlijk veel relatiever is. En dat is de sterkte. Eerder dan het beoordelen met hedendaagse normen, eigenlijk heb jij dat niet eens gedaan. Ja, misschien daarbij aansluitend dan... als het gaat over persoonlijkheden zoals David Hume, recent was er daar, of een paar maanden geleden, de University of Edinburgh, van alles om te doen. Hè. Er zijn ook andere voorbeelden van standbeelden die heel gecontesteerd zijn enzovoort. Wat is de manier om met zo'n mensen om te gaan? Heeft Linnaeus enzovoort ook verwezen. Dat zijn mensen die in een bepaald wetenschapsdomein bijvoorbeeld baanbrekend zijn geweest. Die daarom soms geëerd willen worden. Maar anderzijds is er die andere problematische kant waardoor ze heel gecontesteerd zijn in de publieke ruimte bijvoorbeeld. Wat is daar uw suggestie om daarmee om te gaan?
Dat is heel complex natuurlijk. Hè. En dat is veel moeilijker inderdaad dan de situatie zoals je hebt aan de Amerikaanse universiteiten, waar locaties genoemd worden naar de sponsors. En als je inderdaad zegt, wel, dat is de enige verdienste die die mensen hadden bijvoorbeeld, waarom zou je dan inderdaad na verloop van tijd die namen niet weghalen? Maar als het gaat inderdaad om wetenschappers die baanbrekend werk hebben verricht, die echt zeg maar een heel grote invloed hebben op de discipline, dan kan je die natuurlijk niet onder de mat vegen. Maar de vraag rijst dan wel inderdaad of je hen een standbeeld moet geven, of je hen inderdaad prominent in het zicht moet zetten. Ik denk toch, maar ik zeg het, het is een heel complexe zaak, maar ik denk dat zeker in het betreffende vakgebied dat het heel belangrijk is dat studenten inderdaad de complexiteit van de problemen begrijpen. Het is een beetje paradoxaal. We leven in een geseculariseerde samenleving, maar terzelfde tijd lijken we te denken dat je al een heilige moet zijn voordat je een standbeeld verdient. Terwijl daar zelfs in de katholieke kerk, om heilig verklaard te worden, daar gaat toch een heel proces aan vooraf. Hè. Dus ik denk wel dat we aan studenten en aan de maatschappij moeten meegeven dat de meeste mensen geen heiligen zijn en dat het perfect mogelijk is inderdaad, zeg maar, om een briljante geest te hebben, om een heel belangrijke wetenschapper te zijn, maar terzelfde tijd een seksist te zijn, misogyne te zijn, racistisch. Hetzelfde geldt uiteraard voor kunstenaars. Hè. Ik bedoel, maar mijn grote liefde is de literatuur. De dag dat ik geen boeken meer mag lezen van mensen die racistisch of seksistisch waren, ja, dan blijft er niks over, hè. Dan kan ik alleen maar non-fictie lezen. Dus het is heel complex, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we die discussie voeren. Maar ik denk dat uiteindelijk elke wetenschappelijke instelling die discussie in eerste instantie intern moet voeren. Met andere woorden, ik denk niet dat we gewoon moeten overgaan tot een beeldenstorm. Maar we moeten ons bewust zijn van de complexiteit en dat moet een aanleiding zijn om daar inderdaad grondig over na te denken. En te zien als, hoe we daarmee omgaan. Als ik daar ook nog eventjes iets over... Ik denk dat een probleem ook, en ook dat heb je eigenlijk aangekaart, de eenzijdigheid van de publieke ruimte is. Dus we kennen allemaal Pythagoras bijvoorbeeld, maar iemand als Ayarbhata, die voor de wiskunde even belangrijk is geweest, daar hebben we nog nooit van gehoord. Die heeft het getal nul uitgevonden, tussen haakjes, uit India. Hetzelfde zien we ook in de publieke ruimte dan buiten de universiteiten. Dus er zijn 17 monumenten voor Leopold II, er zijn tientallen, honderden zelfs monumenten voor koloniale pioniers, maar nog altijd, tot op de dag van vandaag, geen enkel monument voor een anticoloniale verzetsheld, voor slachtoffers van de kolonisatie. Dus wij gunnen aan bepaalde perspectieven gewoon geen erkenning. En dat is zo fout. En ik denk dat door dat te doen, dat je al heel veel van die debatten zou ontmijnen. Maar opnieuw, het gaat over veel meer dan standbeelden. Goed, ik ben natuurlijk ook expert in het Belgisch koloniaal verleden dan specifiek. Daar hebben we ook wel wat vragen over gekregen. Eén iemand, dat was ook iemand die vrij vroeg tijdens de les al een vraag had ingezonden, stelde zich de vraag of u wat zou kunnen ingaan op de rol die specifiek de katholieke kerk heeft gespeeld in die Belgische kolonisering van Congo. En zoals de persoon hier schrijft, in het stilzwijgen omtrent de slavenarbeid onder het gezag van Leopold II. Of u daar even wat toelichting bij zou kunnen geven. Het valt een beetje uit de optiek van waarover ik gesproken heb, maar uiteraard, ik begrijp het. Ik
Misschien moeten we gewoon verbeteren. Dus ik heb zelf het artikel geschreven over de missionarissen in het boek Koloniaal Congo. Het is complexer dan dat. Ik denk niet dat we daar vandaag moeten over ingaan. Maar dan specifiek bijvoorbeeld over de rubber onder Leopold II. Waren er missionarissen die dat steunden en waren er ook mensen die zich daartegen verzetten. Dus om het, maar het is complexer. Er zijn ook heel veel, veel wetenschappelijk onderzoek richt zich op het rapport tegen Leopold II van een onderzoekscommissie en de vooringenomenheid daarvan en dan hoe dat missionarissen daarop gereageerd hebben enzovoort. Dus daar bestaat heel veel onderzoek. De persoon mag mij mailen en ik ga een aantal titels doorgeven. Oké, ik houd u aanbevolen voor die persoon. Dus misschien een opstapje naar een ander soort vraag. Ook dat eigenlijk aansluit bij dat koloniaal verleden, maar misschien ook meer kijk naar de actuele context. Wanneer het gaat over de vraag naar herstelbetalingen, schadevergoedingen enzovoort. Hoe staat u daar tegenover in die huidige problematieken en hoe kijkt u daar naartoe? Dat is een vraag die vrij beknopt hier wordt geformuleerd, maar die wel een paar keer terugkomt eigenlijk in de discussie. Wel, uiteindelijk, mijn mening is wat dat betreft natuurlijk niet meer waard dan de mening van iemand anders. Het gaat er inderdaad om. Ten eerste, eerst en vooral dat je moet erkennen dat we nu leven in een maatschappij waar er ook nazaten wonen van mensen die vroeger gekoloniseerd werden. En dat dat inderdaad aanleiding kan zijn voor een debat. En ik denk dat je dat debat moet voeren. Ik denk dat je moet luisteren naar de argumenten. En dat je op basis daarvan, dat er misschien inderdaad op een bepaald moment sprake zal moeten zijn van vormen van herstelbetaling, welke vormen dat die ook aannemen, dat er sprake zal zijn van officiële excuses, misschien van een nationaal monument. Want in tegenstelling tot wat vele mensen denken, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is tot nader order geen nationaal monument voor het koloniaal verleden. Misschien is daar nood aan. Ik denk dat dat debat, dat het onafkeerbaar is, dat dat inderdaad zal gevoerd worden. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat debat niet alleen te voeren met mensen van Afrikaanse afkomst in België, maar ook met mensen in Afrika zelf, met experts op het vlak van geschiedenis. Maar ook in het restitutiedebat bijvoorbeeld zie je dat de meningen tussen mensen, activisten in België en mensen op het terrein, dat die vaak uit elkaar lopen, terwijl ze elkaar ook niet noodzakelijkerwijze kennen. Dat is het enige waarvoor ik wil pleiten. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld heb aanvaard inderdaad dat ik mij heb opgegeven als kandidaat om deel te nemen aan dat debat in Brussel, precies. Omdat het uitgaat, uiteraard heb ik mijn eigen mening, maar het belangrijkste vind ik inderdaad dat je met een aantal belanghebbenden rond de tafel zit en dat je daar samen over spreekt. En daar vind ik het bijvoorbeeld jammer dat er maar één kunstenaar bij is, want Sami Baloji, dus een Congolees kunstenaar die bij mij zijn doctoraat doet, die vertelde mij recent dat hij al een aantal keer is benaderd door onder andere een gemeentebestuur en een kunstorganisatie die hem inderdaad, want dat is een van de argumenten die je hoort in het debat, hè, ja, die koloniale standbeelden, we halen die niet weg, maar we vragen een kunstenaar om een artistieke interventie. En Sami zegt, maar dat interesseert me helemaal niet, die standbeelden, dat is jullie probleem. Ik wil best iets doen, maar dan wil ik mijn verhaal vertellen. Ik wil absoluut geen repliek geven aan die koloniale standbeelden. Wel, dan is de vraag niet wat vind ik daar persoonlijk van, maar ik vind dat interessant als antwoord. Dus ik wil dat soort reflecties, denk ik, dat zo'n werkgroep, en dat gaat over, zoals die debatten heel in het algemeen over herstelbetalingen en zo ook, ik wil dat soort standpunten, ik vind dat die boven gehaald moeten worden, want dan kan je inderdaad een interessante discussie krijgen over waar is er nood aan en hoe kunnen we inderdaad
proberen om samen na te denken over dat koloniale verleden en hoe we daarmee omgaan. Misschien een vraag die daarbij aansluit, is de vraag die iemand stelt over ja, of we niet te veel focussen in discussie op symbolen, hè, op die standbeelden, op Zwarte Piet-discussies enzovoort. En of dat misschien ook niet mogelijk zou kunnen leiden tot polariseringen in het debat. Zo is de vraag geformuleerd. Hebben we niet te veel aandacht voor symbolen en te weinig voor misschien de discussie die erachter schuil gaat en die met meer nuance eventueel zou kunnen gevoerd worden zonder die focus? Of heeft een dergelijk debat juist dergelijke symbolen nodig om überhaupt gevoerd te kunnen worden? Ik denk dat het antwoord op de vraag tweeledig is. Zoals ik eerder al zei, enerzijds is het gemakkelijker inderdaad om te gaan met die symbolen, want je moet vaak maar een eenmalige beslissing nemen. Dat standbeeld nemen we weg, die straatnaam veranderen we en dan houdt het op. Terwijl als het bijvoorbeeld gaat om personeelsbeleid of om de instroom van studenten aan een universiteit enzovoort enzovoort, dat is natuurlijk iets waar je voortdurend moet mee bezig zijn. En vanuit dat opzicht kan het soms inderdaad verleidelijker zijn om je als het ware te beperken tot de symbolen dan inderdaad om je eigen structurele werking systematisch in vraag te stellen. Maar het andere antwoord op de vraag is natuurlijk dat racisme zo'n veelomvattend fenomeen is, zoals ik bijvoorbeeld ook heb aangetoond door die kaartjes die bij die Chromo, die bij Liebig of zo zaten. Dus het speelt op alle niveaus. Het komt je huiskamer binnen door dat soort dingen die zelfs aan kinderen worden aangereikt. En het is zo'n veelomvattend fenomeen dat je het alweer niet kan zien als een puzzel waar je gewoon alle stukken uit elkaar kunt halen en dan opnieuw op een identieke manier in elkaar schuiven. Alles hangt met elkaar samen. En het is precies omdat het zo veelomvattend is, denk ik, dat je inderdaad aandacht moet besteden aan al die punten. Ja, het is een symbool, maar tezelfde tijd, als je kijkt naar de impact die het heeft, een figuur zoals Zwarte Piet, de manier inderdaad, als je weet dat kinderen zich dan vragen beginnen stellen, ja, maar mijn papa is zwart, wil die dan zeggen? En ik word dan ook Zwarte Piet genoemd. Dus ja, je kan zeggen dat is een symbool, maar de impact die dat heeft, die kan zo sterk zijn, dat ik niet denk dat je dat kan minimaliseren. Maar ik denk precies dat het dat is dat mensen nog onvoldoende beseffen. Ook omdat er in België nog altijd de neiging bestaat om, als we het hebben over racisme, dan hebben we het over genocide tijdens de Tweede Wereldoorlog, of dan hebben we het over mensen met een extreemrechts gedachtegoed. Dat is racisme. En het is erg om te zeggen, maar was het maar zo eenvoudig? Want ik bedoel, maar dan weet je inderdaad waar je terecht moet. Terwijl de werkelijkheid zoveel complexer is. En ik denk dat dat de eerste uitdaging is waarvoor we staan. Dat we dat inderdaad dan meer aan mensen moeten duidelijk maken. Maar het valt mij op dat er in België en zeker in Vlaanderen dat er eigenlijk amper wetenschappelijke literatuur is over racisme. Als fenomeen. Historische studies bijvoorbeeld. Je mag mij tegenspreken, maar ik denk dat er bij wetenschappers wel veel bewustzijn over is, maar dat het inderdaad er te weinig aan publiekswerking wordt gedaan. Voor mij zijn dat geen symbolen. Ik dacht bijvoorbeeld ook nog aan Kuifje in Congo of Kuifje in Afrika. Dat is een stripboek dat gemaakt is in de koloniale periode, maar dat ligt nu vandaag de dag nog altijd in de kinderafdeling. Dus kleine kinderen lezen dat boek en vormen op basis daarvan mee hun eerste ideeën over Afrika. Dat is geen symbolisch dossier. Ja. Een andere vraag die binnenkomt, ook over een heel recente vraag hier, die mij pas heeft bereikt, ook over het koloniale verleden opnieuw. U heeft er straks
enigszins parafraserend wat er hier staat, er straks verwezen ook naar racisme als een ideologisch gegeven, grotendeels een ideologisch gegeven dat historische wortels heeft, historisch gegroeid is enzovoort. Als men dan dat bekijkt in de context van koloniaal verleden, ziet u dan verschillen tussen landen met, die een sterke rol hebben gespeeld in die kolonies hebben gehad enzovoort, en landen waar dat niet het geval is, in de manier waarop zij met raciale kwesties vandaag omgaan? Wel, er staat een referentie. Dus er is bijvoorbeeld een onderzoek van Alison Blakely, een Afro-Amerikaanse historicus, die inderdaad onderzoek heeft gedaan naar de Nederlandse beeldvorming van Afrikanen. En wat hem zo sterk getroffen heeft, is in acht genomen dat Nederland nooit een kolonie heeft gehad in Afrika, dat die identiek is, als het ware, met de beeldvorming die je vindt van Afrikanen in voormalige koloniale landen, zoals Groot-Brittannië, zoals Frankrijk, zoals België. Net zoals inderdaad het niet zo is dat wij kunnen zeggen van... Kolonisatie oké, maar slavenhandel, daar hebben wij niks mee te maken, of toch heel weinig. Maar terzelfde tijd zie je alweer dat er ook op dat vlak amper verschil is in beeldvorming tussen België, Nederland en andere voormalige koloniale mogendheden. En dat hangt alweer samen met een ideologie die uiteindelijk veel minder ging over het onderscheid dat er zou bestaan, zeg maar, tussen individuele koloniale mogendheden en hun kolonies, dan een onderscheid inderdaad tussen Europa en de rest van de wereld. En ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik kan me voorstellen dat zelf de manier waarop Belgen denken over mensen uit Azië bijvoorbeeld, met wie zij historisch geen specifieke relaties hebben gehad, dat die misschien niet fundamenteel verschillen van de manier waarop zeg maar Britten of Fransen die kolonies in Azië hebben. Ja, het is wat je zegt, het is een Europese ideeëngeschiedenis. Er bestaan in Zwitserland verschillende boeken postkoloniaal Zwitserland. En ik ben nu betrokken in een project met Finland en ook daar zijn ze met die thema's bezig. En Zwitserland en Finland zijn landen die geen overzeese kolonies hebben gehad. Hè. Dus het is echt Europees. En een ander voorbeeld dat ik kan geven, bijvoorbeeld, is... Ik werd een aantal jaar geleden uitgenodigd in Oslo en dat was naar aanleiding van de 100ste verjaardag die ze daar hadden gehad van een wereldtentoonstelling waar dus Afrikanen werden tentoongesteld. En dat zouden dus Congolezen geweest zijn, terwijl als ik naar de foto's keek, dan ging dat heel duidelijk om Senegalezen, om Senegalese moslims. Maar het toonde aan hoe dat beeld van Congo als het echte Afrika, dat daar in het centrum van het continent ligt, hoe dat inderdaad ook aansloeg in een land zoals Noorwegen, dat geen koloniale link had met Congo, tenzij dan... dat er nogal wat Scandinaviërs inderdaad in Congo hebben gewoond en gewerkt, vooral ten tijde van Leopold II. En ook dat is iets dat vooral Belgen onderschatten, de mate waarin Congo eigenlijk altijd ontzettend internationaal is geweest. En daar waren bijvoorbeeld niet alleen katholieke missionarissen, maar ook heel veel protestanten. Ik heb al verwezen naar de Afro-Amerikanen die daar waren, bijvoorbeeld als missionarissen. Er waren zelf missionarissen uit Jamaica. Er waren daar mensen uit India, Pakistan, Griekenland, Portugal, Italië enzovoort enzovoort. Het was veel internationaler dan België eigenlijk tijdens de koloniale tijd. Dus ook dat is iets waar we ons op verkijken. En het is alweer niet, zeg maar, omdat één land geen historische koloniale band had met een land in Afrika of Azië, dat er geen andere relaties mogelijk waren. En naast koloniale aanwezigheid gaat het soms ook gewoon via reisverhalen. En die werden in alle Europese landen geschreven. We moeten stilletjes aan afronden. Maar de ene generatie komt naar de andere. Ik heb de indruk dat veel jonge mensen mij
geëngageerd zijn. Van mensen die nog echt betrokken zijn. Ja. Excuseer, ja. Dus, ik was een vraag aan het stellen over de nieuwe generaties. Ik heb de indruk dat de nieuwe generatie enthousiast is, echt betrokken is op die, de problematiek van Black Lives Matter. De generatie die de echte kolonies nog heeft meegemaakt, dat is een beetje de generatie van mijn ouders, die zijn nu al naar de 80, 90 jaar oud toe, dus dat die gaan stilletjes aan weg, deemsteren. Hebt u er vertrouwen op dat die nieuwe generatie opener, respectvoller kijkt? Of bent u toch een beetje sceptisch wat de toekomst betreft? Wel, dat is het argument van Rudy van Doorslaar. En die referentie staat ook in de tekst. Dus zijn idee inderdaad dat hij denkt dat we wat het koloniale verleden betreft op het punt zijn aangekomen waarop ook voor het eerst objectief wetenschappelijk onderzoek werd gedaan naar de Tweede Wereldoorlog. Dat wil zeggen dat het publieke debat niet langer wordt gedomineerd door de mensen die daar rechtstreeks persoonlijk bij betrokken waren. Dus dat er een nieuwe generatie is die daar naar kijkt met een zekere afstandelijkheid en eerder intellectuele nieuwsgierigheid dan persoonlijke betrokkenheid, terwijl er ondertussen toch nog een aantal getuigen aanwezig zijn aan wie er inderdaad vragen kunnen gesteld worden. Ik denk dat we geleidelijk op dat punt zijn aanbeland. Al gaat het voor mij nog altijd een beetje traag, maar het is natuurlijk gedurende lange tijd ook een onderschoven kindje geweest. Koloniaal verleden ook op wetenschappelijk vlak. Dus dat is geen inhaalbeweging die je natuurlijk kan maken van de ene dag op de andere. Maar terzelfde tijd is er natuurlijk nog een verschil met de omgang, tussen de omgang zeg maar met het koloniale verleden en dan de omgang zeg maar, met actuele thema's, zoals Black Lives Matter. En het probleem, of het gevaar, zoals ik het zie, is dat het er in België, zeker in Vlaanderen, op dat vlak heel lang heel paternalistisch is toegegaan. Hè. Dus inderdaad de goed bedoelende witte mensen die zich dan inzetten voor die minderheidsgroepen. Maar dat ze het er moeilijk mee hebben, inderdaad, als die mensen voor zichzelf beginnen te spreken. En dan inderdaad standpunten innemen waar ze het niet noodzakelijk mee eens zijn. En dat is nu precies waar decolonisatie om gaat. Hè. Dat je jezelf durft in vraag te stellen. Dat je niet denkt dat jij degene bent, zeg maar, de ridder op het witte paard die alles voor iedereen moet oplossen. Maar dat het gaat om een emancipatiebeweging. En dat mensen het recht hebben om zelf te kiezen welke weg ze afleggen als zij zich willen emanciperen. En dan kan je op extremen stuiten of op mensen met heel radicale standpunten. Maar dat hoort erbij. Als ik kijk naar het feminisme de verschillende stromingen die er bestaan in het feminisme, dan is het logisch dat je diezelfde lappendeken zal vinden, zeg maar, onder activisten die zich nu inzetten voor Black Lives Matter. En zoals ik zei, het is in eerste instantie hun strijd. De meesten zijn op zoek naar bondgenoten, maar het is niet aan die bondgenoten om zelf, zeg maar, de bakens uit te zetten. Ik denk dat je daar goed bewust moet van zijn. Je kan mensen niet in hun plaats emanciperen. Dat moeten ze zelf doen. Oké, dank u wel. Het was bijzonder boeiend. Dan gaan we het hier afronden. Dus volgende week is het Geert Molenbergs die zal spreken, samen met zijn team, over de COVID en de evolutie van dat cijfer. Dat zal ongetwijfeld ook wel interessant worden. Ik wil u heel hartelijk danken, en ook Itisbald, voor uw interventie. Ik hoop dat ik iedereen dan volgende week terug hier virtueel zal zien. Ja.
Dank u wel.